Yo, kijkers, welkom op een mooie gezondag. Helaas is de Eredivisie. Maar dat boeit me niet. Kijk eens, ik zeg gewoon steeds, maar kijk eens, stel dat ik als Ali B een keer wordt neergeschoten. Zal dan ook zo overlijdend dan wereldnieuws zijn of zo? Nou, dat mag je eigenlijk niet zeggen over Ali B. Oké, zullen we die doen? Die tegen Ajax. Nee, ik heb er nog een andere. Ik zie jullie zo. Spelen Glasgow Rangers tegen FC Groningen. Rangers speelt in zwarte sokken. En Groningen heeft zwarte broeken. God, spelen jullie met zwarte broeken? Dat zei die René van der Gijp ooit. Of nee, dat zei die Ruud Gullit ooit. Van der Gijp zei dat toen bij het toenmalige Voetbal International. Toen zei die van der Gijp. God, spelen jullie met zwarte broeken? Maar kijk eens. Toen ik begin van dit jaar, dat was begin aan het jaar. Dat was januari volgens mij. Toen was ik ook gek van Stuk TV, maar nou niet meer. Omdat ik mijn tablet heb, vind ik het een beetje onbeleefd om naar Stuk TV te kijken. Maar toen ik in januari dus naar Radio 538 zat te kijken, toen zag ik alleen maar Stuk TV en Top 40 en Koningsdag. En daar stond geen Peter de Vries erin bij. Ik vind het heel gek om als radiostudio gewoon bij zijn overlijden moeten stilstaan. Dat vind ik gewoon echt heel gek. Stel nou eens als Ali B een keer wordt neergeschoten. En die overlijdt ook later. Zullen als een overlijden ook wereldnieuws zijn of zo? Dat ik dan als iedere cent intik, dat daar dan Ali B in staat. Ja, maar ik zat 6 juli, toen zat ik, was volgens mij notabene de laatste stedenpraat die ik heb opgenomen. Oh, wat een goal zeg! Hoppa, 1-0! Groningen speelt nou tegen Sparta, het staat 1-1. Nee, geen penalty! Wat? Rood! Hoe is dit mogelijk, man? Zwaar onterecht! Ik had ook de bal kunnen pakken in plaats van de speler. Zwaar onverdiend rood dit. Nou, dan gaat Groningen zeker scoren. Jongen. Oh, hij mist! Ja, maar kijk, stel nou ook als keer John van Heuvel keer wordt neergeschoten. Waar ik misschien bang voor ben. Omdat hij is ook ernstig bedreigd. Hij is door Tachi misschien wel bedreigd. En hij heeft wel goede beveiliging. Maar die beveiliging van die John van Heuvel is echt niet normaal, hé. Is echt niet normaal, hé. Kijk, als ik zou worden bedreigd, zou ik ook een paar euro bedreigingen. Kijk eens, ik wil snel een goal scoren, want ik... Was de moord op Fortuyn dan niet weer het nieuws dan of zo? Ja, maar stel nou eens een andere BN'er, zoals een John van der Heuvel waar ik misschien bang voor ben. Zelfs die ook wordt neergeschoten dadelijk, waar ik misschien bang voor ben. Ja, maar... Nee, jammer. Dat weet je niet. Oh, oh! Bijna met de keeper! Wat een knal, hé! Via de lat, voor de tweede keer op de lat. En Van der Hart met de bal op de lat. Nee, joh. Grapje. Nee, is geen grapje. Maar het is wel mijn favoriete radiosender. Maar dat je dan bij zo'n onbekende moet stilstaan, mij zo verleiden. Doe normaal. Vind ik echt belachelijk. Kijk eens, het staat nog steeds 1-0, maar ik moet snel. Ik wil niet janken, net als bij Vitesse NAC. Maar gelukkig staat FC de Daltons 2-0 achter. Dus ik blijf ook bij een gelijkspel. Blijf ik ook bovenaan staan. Want het verschil is nou 2 punten. En bij je. Vind ik echt zo zonde van dat 538. Vind ik echt zo zonde. Het is wel mijn favoriete radiozender. Ik ben nooit een fan van radio geweest eigenlijk. Maar ik vond deze echt heel leuk omdat Stuk TV erbij zat. Ja, oh ja, joh, die had toch harder gemoeten, man. Agile Surfers. Nee. Keeper. Ja.
zijn grote kansen, man. Ze gaan er gewoon niet in. Dan moet je toch die bal pakken! Dit wordt helemaal niks. Dit wordt echt helemaal niks. Dit wordt helemaal niks. Ik zeg het, het wordt helemaal niks. Maar toen ik toevallig Radio 538 had ontdekt, dat was volgens mij januari of zo, of februari, weet ik veel, was sowieso aan het begin. Kut, ik heb nog een paar minuten om twee goals te maken, anders draag echt... Hier, vier doelpogingen, alleen maar omdat hun die bal afpakken. Snak! Van mensen, ik ben eigenlijk al 3-1 moeten winnen in plaats van 2-1. Nee! En nota bene had ik die wedstrijd ook 7-8-1 moeten winnen. Staat er weer een speler ervoor, daar word ik ook gek van. Ik kan het schoon dat ik eerste puntverlies moet leiden. Ik wil echt niet in mijn eigen kon scoren. Die heet Airfield. Zag je dat, die speler? Of Anfield? Nee, Anfield is die dat stadion van Liverpool FC. Deze speler verdient nog voor zijn spel in de eerste helft, Joey. Hij speelt bijna altijd goed, hè. En hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Hopelijk kan hij nog een keer scoren. De voorsprong nog uitkomen. Kom op, schiet! Ja! Die was er voor de tegenstander. Ze moeten jagen op de aansluitingstreffer, waardoor ze toch meer ruimte weggeven. Heerlijk! Ho! Ik ga vandaag misschien denk ik nog een stuk gooien. Lekker kijkers, nog één doepeltje. Ho! Kunstenaarjaar, geweldig om te zien. Ja. Schiet! Oh, wat een goal! 3-0! Ja, terecht. Zeer zwaar verdiend terecht. Wat een goal, zeg! Het verbaast me nog steeds dat BNA opstaat. Hoor je dat? Scott Arfield. Er is aan de zijkant genoeg ruimte om te benutten. Schiet, Arfield. Kijk hoe Johan Cruijff overleed. Dat was in 2016, dat was de grootste voetballer van Nederland. Dus dan is dat wel logisch dat je er stil bij staat. Maar niet overal bij het voetbal staat gelijk Johan Cruijff bij. Jongen, ik vond toch het overrijden van Cruijff veel groter. Zullen we naar de wacht? Ik weet niet of het elleboog was. Oh, gelukkig. Zelfs na de 2-0 te staan had ik echt een groot probleem gehad. Hier. Als dat weer rood is, gewoon helemaal gek. Oh, dan kom ik nog goed weg met geel. Notabene, die speler staat op de wissel, op de wisselkaart. De wisselkaart? Ik bedoel de Volkskaart, of ik bedoel Volkskrant. Weet dat Volkskrant toch? Ik heb echt nog een kistje mee.
Oh, wat een goal! 4-0 maar liefst! En nota bene in de 70ste minuut! Oh, ik ga daar misschien denk ik nog een stuk gooien. Terecht. Oh, en nu staat hij wel goed. Toen ik vrijdag Fulham Ajax speelde, toen klopte de niks van dat bord. Ja. Jerry. Why is it your happy time? Stop de kast die bal afpakken. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Hier heb je hem weer. Dat was een riskante ingreep. Met een beetje pech heeft de scheidsrechter een penalty. Ik raakte de bal, man. Ik raak niet eens bij. Stel hem nog! Ja! Oh, ik word echt zo stonziek van. Ik ga vandaag misschien denk ik even een stuk gooien. Ik zeg dat nog steeds. Zo. Ja, terecht. Zo. Oh, wat een goal. 5-0. Wat een doelpunt zeg. Die zag er wel prachtig in. Echt, als het van 1,5 meter afstand was geweest, was hij echt nog mooier geweest. Zo, nou is hij niet meer te spelen. En zo wordt er toch nog een ruime overwinning, ook al stond ik 1-0 voor bij de rust. Maar ja, PSV stond tegen Feyenoord ook 2-0 voor bij de rust en het werd ook 10-0. Maar dat kwam omdat Feyenoord heel erg... Kijk nou! Nee joh. 10 minuten. Een ruime overwinning op Groningen na een hele slechte eerste helft. Schot. Ja. Ja, ik ook. Oh ja, ik ga even thee drinken. Waar was dat ook alweer? Ik had het in de FIFA-video toen gezegd, ik van, ga ergens thee drinken. Daar word ik ook gek van als die bal verder rolt en terwijl zij die bal komen. Ja, het schiet op. We hebben nog maar 5 minuten aan de reguliere speeltijd over. Hij is door aan de zijkant en kan nu voorzetten. Ja, een bal eindigt jammerlijk in een doeltrap. Terecht, vind ik. Oh, dat is een grove blunder. Het daar van het door. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. We zijn er! Laat hem daar! Hier was een zaak zwart bij PSV Ajax. Toen alles op zwart. Moet niet zo hard gaan schelen. Was nou elleboog. Want nu in een handen met elleboog een stoot. Want nu heb je een apparaat met een stekkertje eraan. En oeh kut, ik moet snel oeh kut. Weet je wat ik... Het is klaar, kijk eens, een 5-0 overwinning. Toch nog 4 goals na de rust. Top prima. Niet gejankt daardoor, prima. Top zegen.